Op het eerste oog lijkt het een normaal wegdek. En toch is dit het crème de la crème van het asfalt. Nee, het heeft een veel fijnere textuur. Er worden veel fijnere korrels gebruikt dan bij normaal zoap. Dit asfalt gaat niet alleen veel langer mee, het is ook nog eens heel zuinig voor onze portemonnee. En het heeft een lage rolweerstand, zodat auto's minder brandstof nodig hebben om er overheen te rijden. En er is niet ingeboet op stroefheid en geluidreductie. Waar eerst zoap je van het was, zou het zomaar kunnen dat straks heel Gelderland vol ligt met het nieuwe asfalt. De provincie Gelderland heeft al aangegeven meerdere van dit soort contracten gaan uit te vragen. En ook andere wegbeheerders te stimuleren om dit soort aanpakken ook te gaan gebruiken. Om de ontwikkeling van het asfalt een extra boost te geven, is er vanaf nu een keurmerk. En dit is dan A? Dit is het label CDBB. Het label is zo opgezet dat we ook in de toekomst nog vooruitgang kunnen boeken. En dat we niet in de komende 2 jaar al op A++++ zitten. En wie het zelf wil uitproberen, vanavond kan er al op het asfalt worden gereden.